Hele goede Dit is gemeen, dit is gemeen. Hele goede morgen, Nirai. Goedemorgen. Nirai, wat is het mooi als een netwerk werkt? Ja, inderdaad. Ja. Ik ga tenminste even zien en spreken. Ja, nee, maar goed. Ook dat netwerk, maar ook, kijk, via zijn wij weer met elkaar in contact gekomen. En ik ben in contact gekomen Ronald. Die heb ik hier geïnterviewd. Die is nu aangesloten bij hetgeen wat jij nu doet. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. En dus dan gaat het balletje erop. En kijk, dat is mooi wat je nu ziet in deze periode. Hè? Er is een heleboel shit en ellende op dit moment. Echt heel veel. Maar er zijn ook mensen met oplossingen. Ja, maar ik merk sowieso dat er heel veel mensen weer zoekende zijn. Ja. En er zijn heel veel mensen die zeggen nu van, ik voel me niet lekker op mijn plekje. Ja. Wat er nu gebeurt voelt gewoon niet goed voor mij. En ik ga zoeken buiten de mainstream banen om, zeg maar. Ga ik weer face-to-face op zoek naar mensen die bij me passen en naar ideeën die bij me passen. Ja. En veel mensen zijn inderdaad weer aan het netwerken. Via verbellen, langskomen, afspreken. En dat is heel mooi om te zien. Nou, het is mooi te zien. En het is nu veel meer. Kijk, nogmaals, ik heb eerder ook veel genetwerkt. Maar dan was het altijd, zat er altijd een gedachte achter. Hè? Want je wil iets van die andere. Want zo werkt dat. Ja, en dat heb je nu veel minder. Nu, het is nu veel meer op basis van geven. En dan krijg je een keer wat terug. Weet je wel zo. En dat merk ik. Nou ja, dat vind ik wel bijzonder om te zien. Nou ja, zo leef ik al een tijdje. Want we hadden vroeger een ruimte die we verhuurden. Dat was pre-coronatijd, nu mag dat niet meer. En daar gaven we ook veel. En dat was heel mooi. En het is nog steeds, als ik terugdenk, denk ik van ja, dat zijn eigenlijk een van de mooiste momenten van ons leven. Dat je mensen gewoon blij en gelukkig ziet zijn in een ruimte die jij kunt bieden. Ja. Toevallig omdat wij een ruimte hebben, maar het kan natuurlijk ook gewoon met soep of maaltijd zijn of wat dan ook. Omdat je dat gewoon kunt geven. En mensen daar blij mee kunt maken. En dat brengt zelf ook heel veel geluk eigenlijk. Ja, en is het ook vanuit die gedachte dat jij... Want je hebt een partij, heb jij. Niet alleen, maar goed. Hebben jullie opgericht? Ja nou, ik ben voorzitter dan van De Nieuwe Mens heet het nu. Het was voorheen Partij De Nieuwe Mens. En we hebben zeer recent besloten dat het De Nieuwe Mens gaat heten. Dus dat weet eigenlijk nog niet iedereen. Oh. Dat wilden we pas, dus je hebt een primeur. Dat wilden we 21 juni pas echt officieel bekend gaan maken aan het grote publiek. Maar we zijn inderdaad een politieke partij begonnen. Omdat we zoiets hebben van ja, het kan gewoon anders en het moet anders en we willen het anders. Ja. En nu zeggen heel veel mensen al meteen van, nou, de politiek, dat voelt oud, dat voelt niet goed. Ja, klopt, dat hebben heel veel mensen. Dat hebben wij zelf ook, we zijn ons daar zeer bewust van. Maar wel zoiets van, als we het willen veranderen, moeten we ook daar veranderen. Ja. Dus laten wij, voor mij voelt het als mijn levensmissie om dat te doen. Dus ik heb er energie voor en zin in om dat daar op die plek te gaan doen. Ja. Dus ja, weet je, het voelt als een soort suicide missie ook wel. Dat je denkt van, nou, we zijn daar, we komen daar om het te veranderen. En daarna gaan we gewoon weer weg. Want de politiek wordt anders. Dat is de bedoeling, dat is de intentie van deze tijd. En laten wij daar een steentje aan bijdragen. Ja. Dus dat was onze intentie, zeg maar, om de partij mee te beginnen. Ja, partij, het is De Nieuwe Mens. In jullie beleving, wat gaat er gebeuren? Dat is nog geen brug te zetten. Wat moet er veranderen? Dat is eigenlijk het eerste. Wat moet er veranderen? Ik spreek liever vanuit mijn visie, want wat er moet veranderen, dat is gewoon eigenlijk te veel om op te noemen. Wat ik voor me zie is een samenleving waarin mensen gewoon mensen kunnen zijn. En nu kun je wel zeggen van, maar we zijn toch allemaal al mens, want we leven. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de kwaliteit van ons voedsel, dan denk je, ja, we worden eigenlijk steeds armer. Want vroeger was standaard biologisch voedsel. En nu krijg je voedsel wat eigenlijk nergens meer naar smaakt, tenzij het biologisch is. En dan denk ik van, ja, eigenlijk doen we ons daar veel te kort mee. Ik wil gewoon weer het rijke voedsel hebben, omdat ik zelf mijn lichaam ook gewoon goed wil voeden. Ja. En ik zie heel veel kinderen om me heen, die lopen gewoon vast. En zij zijn nog heel erg bij zichzelf. En zij zeggen,
deze wereld is niet zoals wij dat willen. Wij willen meer vrijheid. We willen meer onszelf kunnen ontwikkelen op de manier waarop wij willen. Ja. En wij als volwassenen en voornamelijk de instanties zeggen allemaal, nee, maar wij doen het altijd zo, dus we gaan het nu ook zo doen. En dat willen we eigenlijk veranderen. Ja. We willen dat alle systemen die er zijn, gewoon weer gaan kijken van wie is de mens eigenlijk en wat heeft de mens nodig. En niet alleen de mens, maar ook de dieren en de aarde. Mm-hmm. En laten we die voornamelijk ook meenemen. Ja. Dus wat heeft een mens, een dier en aarde eigenlijk nodig om gewoon gelukkig te kunnen zijn? En als jij niet in het systeem past zoals dat nu is, laten we dan voornamelijk kijken hoe we het anders kunnen gaan doen en hoe het wel werkt. En dat is eigenlijk de verandering die moet gaan. Ja, en kort door de bocht betekent dat ook gewoon dat heel veel systemen zullen ophouden om te bestaan. Omdat zij die veranderslag niet kunnen maken. En daar moet iets nieuws voor in de plaats komen. Nou ja, het is niet alleen dat ze het niet kunnen maken. Ze willen het ook niet. Dus ze zullen moeten gaan. Zo simpel is het natuurlijk ook. Ja, willen en kunnen, dat zijn soms ook... Ik denk dat ze het misschien wel willen, maar dat het zo vast zit, zeg maar. Dat ze niet meer in staat zijn. Ik bedoel, een olietanker kun je niet zomaar draaien. Een klein bootje wel. Dus dat, dus ik hou het gewoon eventjes gewoon op kunnen. Ik ga er gewoon vanuit dat iedereen wel wil. Maar dat ze het gewoon simpelweg soms ook gewoon niet meer kunnen. Omdat ze al zo voorgeprogrammeerd zijn. En dat inderdaad altijd zo lang al zo doen. Dat ze ook niet meer in staat zijn om op een andere manier te kunnen bekijken. En praktisch gezien. Hè? Ik zat even heel snel door jullie website heen te kijken. Jullie hebben op ieder... Waar heb ik mijn telefoon? Oh ja. Op ieder punt hebben jullie wel iets, hè? Je programma, zoals het dan zo mooi heet. Ja. Als ik hem zo snel weer kan vinden, dan zul je natuurlijk net zien. Ja. Ja, nee, onze visie is gewoon eigenlijk handelen we vanuit de kernwaarden. We willen ons beleid maken vanuit de kernwaarden. Ja. We hebben 5 kernwaarden en eigenlijk is de eerste belangrijkst. Alles is ondersteunend aan mens, dier en natuur. Dus mens, dier en natuur staan op de eerste plek. Ja. Want ja, zonder een goede aarde, een goed klimaat kunnen we ook niet leven. Nee. En we kunnen wel zo rijk zijn in geld. Maar ja, als je geen schone lucht hebt, dan heb je eigenlijk niks. Dus dat is ons belangrijkste punt. En daarnaast hebben wij nu de slag gemaakt dat wij voornamelijk de stem van kinderen willen gaan vertegenwoordigen. Dus we hebben een kinderkabinet opgericht. En zij gaan input geven op ons... op onze visie en ons beleid. En zij gaan een politiek programma voor ons schrijven. En dat programma gaan we uitdragen. Oké. Nou, op een kindervlak moet ik mij niet begrijpen. Ik heb geen kinderen. Dus ik weet je, het enige wat ik denk van... Maar dat denk ik. Luister. Hey, ik ben Peter, hè? in hoeverre kan een kind... In hoeverre kan een kind... Een mening, ja, ze hebben mening hebben ze wel, waar je ook echt iets mee kunt. Maakt nou, heel veel. Logisch wat ik zeg. Ja, ik snap wat je bedoelt, maar ik werk als kinderfluisteraar. Okay. En ik merk dat er nu al een hele groep kinderen op aarde komt die eigenlijk meer kennis heeft dan die wij mensen hebben. Ja. En zeker dan wat wij op school leren. Zij hebben veel technische kennis bij zich, die nu nog niet bestaat. Het is er niet hier op aarde. En als je goed naar kinderen luistert, zien zij ook echt wel de pijn van de dieren. Ze zien de pijn van de aarde. En zij zien zeker de pijn van de ouders. Ja. En daar hebben zij een mening over. En daar hebben zij wel degelijk, kunnen ze dat verwoorden. En in hun visie, zeg maar, is het misschien wel dat ze zeggen van... Nou, ik vind het zo stom dat papa en mama de hele tijd moeten werken. Ja. Maar goed, dat betekent dus dat... dat als je dat gaat vertalen, dat zij dus gewoon een wereld willen waarin mensen minder hoeven te werken. En waarin er meer tijd en ruimte komt om te zijn. Ja. En dat is ook wat wij willen. En dat kan gewoon door te zorgen dat dingen gratis zijn. Dat je kunt op vertrouwen dat je gewoon een woning hebt. En kunt op vertrouwen dat je iedere dag je voedsel kunt krijgen en drinken. En dat je toegang hebt tot gezondheidszorg en onderwijs. In welke vorm dan ook, want dat gaat natuurlijk ook veranderen. Ja. Maar in die zin kunnen kinderen al heel goed hun visie neerzetten en gewoon aangeven, dit is wat mij verwondert, zeg maar, op deze wereld. En hier loop ik tegenaan. Ja. Nou, interessant. En ik heb eventjes gekeken, niet heel veel, maar toch. Kijk, er zijn een paar punten die mij uiteraard direct aanspreken. Hè. Jullie hebben het inderdaad ook over, iedereen moet een woning hebben. Hè. Of in ieder geval een dak boven zijn hoofd. Hè. De, ja.
Dat basisinkomen hebben jullie het over, hè? Dat er een basisinkomen moet zijn voor iedereen? Ja, dat, het is niet specifiek een basisinkomen, maar het is wel voorzien in basisbehoeften. Okay. En ja, basisinkomen is één manier om dat te doen. Maar ik ga ervan uit dat we steeds meer naar kleine gemeenschappen gaan. En iedere gemeenschap heeft waarschijnlijk iets anders nodig. Want een stad heeft een hele andere, ja, hoe ga je dat? Ja, een hele andere dynamiek dan een dorp. Ja. Een dorp is bijvoorbeeld veel meer landbouw mogelijk. Dus daar zal veel meer voedsel zijn dan in een stad. Ja. En op die manier zal iedere groep een eigen soort van inrichting krijgen van hoe ze dat regelen. En dat zal een deel geografie zijn, maar wellicht ook een deel basisinkomen. En ik denk eerlijk gezegd dat we wel een stuk basisinkomen eerst nodig hebben om die stap te kunnen maken. Want als je van nu in één keer het geld loslaat, dan, dan breekt, ja, dan wordt het echt niet fijn op aarde. Want dan niemand, ja, we zijn zo geprogrammeerd om met dat geld om te gaan, dat we het vertrouwen dat we voldoende hebben, zijn we kwijtgeraakt. Ja. En daarnaast zitten we natuurlijk gewoon in een internationale economie. En daar moeten we ook in mee kunnen komen. Ja. Het principe waar je het over hebt, kleine woongemeenschappen, en daar heb ik het zelf ook over. Er zijn al een poos, zijn er grote sprekers, bijvoorbeeld Michael Tellinger, One Small Town, die heeft erover hetzelfde principe. Hè? Ik zag een grote groep in Duitsland, die is al bezig, hè, met kleine woongemeenschappen van 300 woningen, geloof ik. Is er iets, zit daar de overeenkomst met jullie ook? Of is het echt iets wat jullie zelf bedacht hebben? Ja, dit komt echt voort uit mijn visie. Dus het is niet dat ik werk heel erg vanuit mezelf. Vanuit wat ik voel, zeg maar. En wat ik denk van, en wat de kinderen aangeven ook. Hoe zij het liefst voor zich zien. Ja, als je ziet wat er nu gaat gebeuren en welke stappen nu worden genomen, is het niet meer dan logisch dat we daar naartoe gaan. Kijk, even over geld. Uiteindelijk wil je, jij zegt vanuit je visie, ben ik het helemaal mee eens, trouwens, by the way, dat we naar een economie moeten zonder geld. Hè? Dat is, maar dat gaat nog wel, daar zit nog wel een paar stappen tussen, maar dat zou het mooiste zijn. Dat mensen moeten af van het idee dat de tijd van een advocaat meer geld waard is dan de tijd van een loodgieter, want dat soort dingen, dat gaat helemaal nergens meer over. Ja. En mensen moeten af van het idee dat geld iets doet. Want geld op zich doet namelijk helemaal niks. Het zijn de mensen die het doen. Het is... Ja, klopt. Dat is heel mooi dat je dat zegt. Je bent een van de eerste trouwens die ik dat hoor zeggen. Want ik zeg altijd, geld betekent is eigenlijk helemaal niks waard. Het is gewoon niks. Nee, het is alleen dat wij er een waarde aan geven dat we dat gaan gebruiken. Ja. Maar je kunt het ook niet meenemen als je dood bent. Het is gewoon niks. Ja, kijk, het is een systeem. Het is een heel bewust systeem. Wat ze jaren geleden, eeuwen geleden erin gevoerd hebben om ons te onderdrukken. Maar kijk, geld is niet vies. Absoluut niet. Geld is gewoon energie. Je kunt er leuke, hele mooie dingen mee doen. Daar gaan we naar. Ik denk ook dat dat de overgangsfase zal zijn. Dat wij naar een periode gaan van veel geld, relatief veel geld, meer mensen dat meer leuke dingen gaan doen. Waar wou ik naartoe? Oh ja, in die overgangsfase van naar een geldloze maatschappij, waar we eigenlijk heen zouden moeten. Hoe wordt het geld gegenereerd? Heb je daar over nagedacht? Belastingen? Nee, weet je, daar zijn zoveel mogelijkheden toe. Ja. En zoveel discussiepunten ook op dit moment. Dat we dat gewoon even los hebben gelaten. Wat ik al zei, weet je, het komt vanzelf wel. Er komt vanzelf een oplossing. En daar moeten we op vertrouwen. En daar vertrouwen we ook op. Ja. Want als je dat doel stelt, dan komt het vanzelf op je pad. En nu vraagt de tijd, weet je, we komen straks een flinke crisis terecht, financiële crisis. Ik denk dat vanzelf het antwoord gaat bieden op wat er nodig is. Ja. Gaan we naar een ander onderwerp. Onderwijs, zeg onderwijs. Ik ook mij. Ja, onderwijs, ja. Wij zien dat er echt veel te veel kinderen vastlopen in het onderwijs. Ja. En het is zo gericht nu op het leren van rekenen en taal. En nog meer aspecten die ze eigenlijk die veel kinderen later in het leven niet meer nodig hebben. Ja. En ergens zijn we ook vergeten om kinderen te leren hoe ze mens moeten zijn. En dat zou het onderwijs moeten zijn. Hoe ben je mens? Hoe ga je met je lichaam om? Hoe ga je met je ziel om? Ja. Weet je, als je een keuze maakt die niet bewust is,
wat voor gevolgen heeft het dan voor de rest van je leven? En hoe kun je met bewuste keuzes zorgen dat je zelf in je kracht blijft staan? Hoe kun je energie zo neerzetten en voelen dat je altijd in je kracht blijft staan als je ziek bent? Waar zijn dan de oplossingen? Nu wordt gezegd van ja, we gaan naar het ziekenhuis toe. Maar er zijn natuurlijk, de natuur biedt zoveel oplossingen. Ja. Het zou fijn zijn als de kinderen, dat willen we de kinderen meer gaan aanbieden. En wat ik merk, is dat kinderen eigenlijk al heel jong weten wat ze willen worden. Ja. Of ze weten het niet, en dat is ook prima, maar dan zijn ze heel algemeen en dan hebben ze ook een hele brede inzet. Ik zie eigenlijk het verschil tussen mensen die komen met een missie en mensen die komen om de samenleving gaande te houden. En de kinderen met een missie, die weten al zo jong wat ze willen. En eigenlijk zouden ze vanaf jongs af aan daar al in kunnen scholen en ondersteunen. Ja. En dat is waar we naartoe willen. Ja, en, maar ik zie ook volgens mij dat mensen de scholen, het systeem wat we nu hebben, dat zou eigenlijk weg moeten. Die klassen, ja. En op de pub. Thuis onderwijs is ook weer iets, nog iets wat jij graag terug zou willen zien. Nou ja, een keuze in ieder geval. Ja. Het is niet, weet je, er zijn kinderen die vinden het prima op school en die bloeien daarop. Maar er zijn ook heel veel kinderen die vinden school te veel. Ja. Te veel kinderen, te veel druk. En die gaan er aan onderdoor. Ja. En ik zou voor die kinderen graag ook gewoon de mogelijkheid willen hebben dat ze meer thuis zijn. Dat ze gewoon thuis kunnen leren. En wellicht dat ze gewoon zelf een keuze kunnen maken. Nou, vandaag ga ik wel op school leren, vandaag ga ik niet op school leren. Ja. En dat ook helemaal prima is. En er zijn andere landen waar het gebeurt, hè? Thuisonderwijs. Ja, ik geloof dat Nederland een van de laatste landen is waar het niet gebeurt. Ja, precies. En ja. ik zie nou, YouTube-filmpjes dan. Families die gaan op wereldreis en die kinderen krijgen gewoon onderweg krijgen ze gewoon hun lessen, doen ze gewoon. Ja. En die hebben de tijd van hun leven en die zijn niet dom. Die kinderen zijn absoluut niet dom. Nee, die leren veel meer. Die leren veel meer. Dat klopt, ja. Dus nou ja, zo zou het ook eigenlijk moeten zijn dat je vrij bent om te gaan en te staan waar je wilt. En ondertussen gewoon kunt ontwikkelen in de richting waarop je wilt. Ja. Politiek. Kijk, jullie hebben gezegd, je bent geen partij, je wil geen politieke partij meer zijn. Want, maar hoe zie jij dat dan straks in jouw visie? De structuur zoals we het nu hebben, hè? De gemeente, de provincie en nou, het Rijk. En... Ja, ik denk dat het de Rijk, de Tweede Kamer, dat daar heel veel weggaat. Ja. Zeker vanuit Europa zal ook wegvallen. En ik denk dat we op heel lokaal niveau weer gaan organiseren. Ja. En gaan leven. Maar ja, zover zijn we nog niet. We moeten eerst die stappen maken om dat proces te ondersteunen. Ja, maar ja, nogmaals. Kijk, hey, dit is ook wat ik constant roep. Het systeem moet om en wij moeten het zelf doen. Het moet van onderen aan naar boven moet het opgebouwd worden. Ja. Wij hebben geen minister-president nodig die tegen ons zegt dat wij om 9 uur thuis moeten zijn. Wat een onzin. Dat soort dingen kunnen we zelf wel bepalen. Fatsoensnormen blijven uiteraard wel. En dan zullen je maakt afspraken met elkaar. Maar zoals het nu is het onzin. Het is wel grappig. Want jij zegt van, hè, jij werkt heel erg van jezelf. Vanuit jezelf. Ja. Hoe die energie dan werkt. Want wat jij zegt, dat hoor ik. Ja, ik kijk heel veel. Ik zit overal. En dat, ja, je hoort meer mensen zeggen. Ik kom echt overheen. Het komt echt, en nogmaals. Ja. Michael Challenger, One Small Town, die heeft een heel concept. En dat sluit daar in Duitsland is er een grote groep met Alexander Quaid volgens mij. Die heeft een grote groep. Die zijn bezig met dorpen, echt al dorpen opzetten. En het is bijna allemaal hetzelfde. Dus uiteindelijk, dat is wel grappig, hè? Want op een gegeven moment komen mensen op dezelfde tijdlijn, hoe je het ook wil noemen. En we gaan hetzelfde doen. Dat is wel leuk. Ja, ja en als je genoeg mensen hebt die dat willen, dan gebeurt het ook. Dan gebeurt het ook. Ontstaan. Ja. 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 Maar ik denk dat we de landelijke politiek ook wel nodig blijven hebben, hoor. Maar minimaal. Ja. En nu is er heel veel vanuit de landelijke politiek geregeld. En het is altijd wel goed natuurlijk om je te groeperen in een soort alliantie of samenwerkingsverband. Ja. En dat je daar een spreker voor hebt die internationaal... net zoals de koning nu is, zeg maar. Het is een internationaal iemand... waar mensen zich aan kunnen refereren. En hij heeft natuurlijk wel een soort handelsfunctie. Ik denk dat zo'n persoon altijd wel nodig blijft. Niet specifiek onze koning, maar wel iemand
Of een instantie of een kleine groep mensen die aangestuurd wordt door de bevolking. Ja. En die het spreekveld vormt. Nou ja, precies. Kijk, dat denk ik ook. Want helemaal loslaten, dat gaat ook niet. Want de meeste mensen willen zelf helemaal niks doen. Maar het zal anders worden. Het zal anders worden. En inderdaad, een paar misschien wat meer gebaseerd op handel drijven. Zoals het wij altijd gedaan hebben in Nederland. Klopt, ja. En dus weer een handelskabinet, hoe je het ook wil noemen. Dan zie ik nog eentje. Zorg. Ja, zorg. Ja, wij zeggen de primaire zorg. Dat is eigenlijk wat nu de traditionele zorg is. Ja. We willen echt af van het woord alternatieve zorg. Ja. Want dat geeft eigenlijk al meteen aan dat het een tweede keus is. En dat is het voor ons niet. Voor ons is dat eigenlijk de eerste keus. Ja. En wat nu de reguliere zorg is, dat blijft min of meer wel bestaan. Maar dan als tweede keus. Ja. Dus ja. Het wordt net omgedraaid. Maar ja, weet je, als je een gebroken been hebt of blinde darmontsteking, is het toch best fijn dat het ziekenhuis er even is. Nou ja, dat is helder. Hè? Ja. 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 Dus. Nee, dat vind ik wel mooi. En ziekenhuizen zoals ze nu zijn, dat blijft dan of dat concept vervalt ook gewoon, eigenlijk? Ja, ik denk dat het vervalt. Want we willen veel zorg ook integreren in het onderwijs. Gewoon dat je zelf zorg leert doen, maar ook leert hoe je anderen kunt verzorgen. We zien natuurlijk ook dat veel fysieke klachten voortkomen uit geestelijke problemen. Ja. Bijna alles eigenlijk. En als je dat vanaf jongs af aan al leert, hoe je goed voor jezelf kunt zorgen en je grenzen kunt bewaken, dan zullen ook veel chronische problemen zullen wegvallen. Ja. En daardoor is er veel minder ziekenhuis nodig. En wat er dan overblijft voor bijvoorbeeld ongelukken of blinde darmontsteking, wat ik net noemde, gebroken been. En dat kan met veel minder mensen af. En dat kan ook in een andere ruimte gebeuren die veel meer helend is dan de steriele ziekenhuizen die er nu zijn. En natuurlijk heb je wel een klein beetje steriel ziekenhuis nodig. Maar dat zal maar heel klein zijn. En als je dan geopereerd bent, dan kun je gewoon weer lekker tussen de bomen liggen en dan bijkomen. Ja. Nou, bomen helen natuurlijk ook. En al het groen en dieren en alle energie. Ja. Ja, en die voelt je dan snel fijner dan in zo'n steriel ziekenhuis. Ja. Nee, helder. Ja, nee, vind ik het ben ik met je eens. Klimaat en natuur, ja, je had nog niet gehad, hè? Nee, hebben we nog niet gehad. Ja, wat moet ik daarover zeggen? Ja, een schoon klimaat is eigenlijk gewoon het grondrecht en waar we mee de basis eigenlijk van ons bestaan. Ja. En we zijn dat nu zo aan het verkwanselen dat wellicht over 50 tot 100 jaar de aarde niet bestaat. Of tenminste, wij als mensen niet meer bestaan, de aarde blijft wel bestaan. Ja. Maar wij mensen bestaan dan waarschijnlijk niet meer. Dus als we zo doorgaan, dus dat moet echt veranderen. En dat moet de basis worden. We moeten gewoon weer respect krijgen voor de aarde en voor de natuur. En leren weer hoe we met de natuur en de aarde omgaan. Ja. En er is ook één ding wat me stoort en denk van, oh, dat wil ik nu even vertellen. Is dat wij denken dat we de aarde kunnen bezitten. Maar we kunnen de aarde helemaal niet bezitten. We betalen geld voor een huis en voor grond. Maar het grond is van de aarde. En we betalen het aan iemand die denkt dat hij die grond bezit. Maar dat, ja, dat is eigenlijk een gecreëerd systeem. Ja. En daardoor missen we echt de echte waarde van de aarde. Ja. Ja. Emancipatie. Oh ja, emancipatie. Ja, emancipatie. Ik vind dat... Daar hebben we al heel veel gesprekken over gehad. Want de een zegt van ja, mensen zijn gewoon mensen. En dat is ook zo, een mens is een mens. Maar je zit natuurlijk nu wel in een systeem waarin mensen gewoon niet gelijk zijn. Jong en oud zijn verschillend, worden verschillend gewaardeerd. Man en vrouw worden verschillend gewaardeerd. We kijken naar de kleuren van de huid. En dat waarderen we anders. Terwijl we eigenlijk allemaal gewoon mens zijn. Dus dat moet heel anders. We moeten elkaar gewoon gaan zien voor de zielen die we zijn en voor de talenten die we hebben. En veel minder gaan uitgaan van, oh, jij bent een vrouw, dus jij zou dit en dat moeten gaan doen. Nee, jij bent, ik ben Nerei, ik ben heel goed in kinderfluisteraar bijvoorbeeld. En ik kan heel goed van niets iets maken. Dat is mijn talent. En mijn talent is veel minder het zorgen. Maar gelukkig heb ik een man die dat kan. Ja. Dus zo zouden we meer moeten kijken van oké, wat is jouw talent? En wie neemt welke taak op zich? En laten we die taken ook evenveel waarderen. Ja. Want
Ik zeg altijd, een directeur kan geen directeur zijn als er geen schoonmaker is. Want dan moet hij zelf de tijd invullen met schoonmaken en dan heeft hij geen tijd meer voor zijn directeurschap. Ja. Dus dat, ja, dus mensen zijn inderdaad gewoon mensen. Ja. Daar gaan we... De nieuwe mens, ik ga sowieso de gegevens even onder de video zetten. Mm-hmm. Hier staat, word lid, doe mee. Jullie zijn op zoek naar, hoe noem je dat, leden? Hoe noem je dat bij jullie? Waar ben je naar op zoek? Ja, toekomstmakers. Ik denk dat we dat maar zo gaan noemen. Ja. Nee, we hebben wel leden, je kunt lid worden. Dat hebben we natuurlijk ook gewoon nodig voor de politiek. Je kunt al lid worden vanaf 3 jaar. Dus we willen ook heel graag gewoon kinderen als lid hebben. En die krijgen ook instemmingsrecht. Ja. En die mogen meebeslissen. En we zijn nog toe altijd naar vrijwilligers en mensen die zeggen van wij willen die kant ook op. En willen graag het doorvertellen. En we willen gewoon gaan vertellen wat wij zien en wat wij voelen. Ja. Dat is het natuurlijk. Je hebt eerst een aantal mensen nodig die gaan geloven dat die nieuwe wereld komen. En als dat moment dat bereikt is dat er genoeg mensen zijn die dat geloven, dan komt het ook. Ja. Dan gaat het vanzelf. Ja. Dus hoe meer mensen zeggen van nou, dit is wat ik voel en dit is wie ik ben. En hier, dit is waar ik voor sta. Hoe sneller die wereld komt. Oké. Okay. En nu is de website nog partij denieuwewereld.nl, hè? Die blijft dan? De Nieuwe Mens. Het is nu www.partijdenieuwemens.nl en het wordt www.denieuwemens.org. Oké, okay. Maar die is nou nog niet? Of wel? Bijna. We zijn mee in de raak. Maar hij is nu nog net niet, nee. Hij is natuurlijk niet onder, want hij heeft nog even 2 weken moeten wachten, dan had hij gestaan waarschijnlijk. Nou ja. Maar nu nog niet. Ja, en 21 juni hebben wij de Nieuwe Mens Festival. Hebben we allemaal sprekers uitgenodigd die dezelfde visie hebben als ons. Ja. En visie willen uitdragen. Soms heel praktisch met tools. Van nou, als je het zo wilt doen, kun je dat op die manier doen. En soms heel visionair. Ja. En waar heb je dat festival? Dat is online. Okay. Het is een online festival. Ja, we durfden nog niet aan om het fysiek ergens te doen. Dat willen we wel graag, maar het is nog een beetje afwachten met alle regeltjes natuurlijk. Ja. Het blijft nog even safe online. Ja. Hey, leuk. Leuk. Was er nog iets wat je zegt van nou, dat wil ik absoluut nog even benoemd hebben? Nee, ja, eigenlijk niet. Ja, ik word gestoord door een vrachtwagen. Ik weet niet of je moord. Ze halen je het vuilnis op. Het oude systeem gaat gewoon weg. Nee, nou ja, is er nog iets wat ik wil benoemen? Nee, ja, ik hoop gewoon dat het snel komt in de wereld. En ja, hoe meer mensen meegaan, hoe beter met die visie en het nieuwe systeem. Ja. En er zijn meer partijen die deze visie dragen. Dus ik hoop dat we snel die verandering kunnen doorzetten. Ja. Nou ja, dat hoop ik ook. Weet je, er gebeurt iets, dat is helder. We gaan ergens naartoe. Maar mensen moeten zijn er iets meer mensen die even het knopje om moeten zetten. Want het kan vandaag gebeuren. Het kan vandaag gebeuren. Ja, klopt. Ja. Nou, wat mij altijd stoort, ja, dat is misschien wel wat ik wil zeggen. Ik spreek ook wel eens mensen die heel spiritueel zijn. Of heel erg bij hun gevoel zijn. En dan zeggen ze... Ja, maar ik wil dit niet benoemen naar andere mensen, want andere mensen vinden me dan raar of vinden me gek of dat wordt niet gewaardeerd. Dan zeg ik altijd, ja, maar ik sta er wel in dat ik gewoon ben wie ik ben en ik deel dat juist wel. En ik merk dat iedereen die ik spreek, die heeft wel iets met spiritualiteit en die heeft dat. Er zijn heel weinig mensen die dat echt niet hebben. Dus ik wil iedereen vragen om het gewoon te delen. Als je vindt dat je spiritueel bent, deel het gewoon op je werk. Ja. Of in je familie, waar dan ook. Ja. Kijk, het is inderdaad lastig. Toevallig, ik werk samen met Danielle Stotijn. En Danielle had er laatst een leuk artikel over. Je hebt de light workers en de dark workers. En dat is allemaal beides positief. Alleen de dark workers zijn de mensen die dan overal even tegenaan schoppen en mensen wakker proberen te schudden. Terwijl de light workers echt, ja, die heb je misschien straks voor de volgende fase echt nodig. En mensen die eraan toe zijn. Ja. Maar we hebben nu iets meer dark workers nodig. Iets meer schoppers. Want... Ja, weet ik niet. Ik heb ooit een visioen gehad. En, want ik wil natuurlijk al heel lang de politiek in. Omdat het voor mij echt mijn missie is. En ik was toen in conflict. In discussie ook met
met mensen in gevecht, zeg maar, met een beetje de oude wereld. En ik kon niet winnen. En het lukte me niet, en het lukte me niet, en het lukte me niet. En toen werd ik even wakker en toen vroeg ik aan mijn dochter, ik zeg, help me, hoe kan ik winnen? En toen ging ik weer terug, zeg maar, in het visioen, in die droom. En toen zag ik het antwoord. Het is gewoon uit het conflict gaan en iets nieuws opzetten. Iets heel lichts. En dat breidt vanzelf uit. En op een duur worden we zo groot dat de oude garde, zeg maar, de oude energie niet meer om ons heen kan. En het enige wat er dan gebeurt is dat zij hun kracht verliezen en niet anders kunnen doen dan aan ons aanpassen. Ja, klopt. Helder. Dat is volgens mij wat we nodig hebben. Ja, dat is ook wel. Maar je hebt helemaal gelijk. Helemaal gelijk. Het gaat alleen iets sneller, iets makkelijker als meer mensen even snel die knop omzetten. En ja. Nogmaals, je kunt mij niet wijs maken dat meer dan 80% van Nederland die snapt echt wel dat er iets niet klopt. Dat weet ik 100% zeker. Ja. Alleen, ze gaan erin mee, de meesten, omdat dat zo hoort. Of ze willen nog niet nadenken. Maar goed, we zijn er bijna. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat het heel snel kan gaan. Ja, dat kan. Ik wil het nog meemaken in ieder geval. Ik ook. Ik ben we zijn nu zo ver gekomen, nu gaan we het ook afmaken. Ja. Hey, leuk. Ja. Ik zet de gegevens eronder van jullie website. Mag, moet, als je iets wil, als je wil dat ik er nog iets meer bij zet, stuur het mij dan even op de app, dan zet ik het eronder. Ja. Dat jullie gewoon zoveel mogelijk mensen naar jullie website kunnen gaan. En lid worden, en als ze zich aangesproken, vooral lid worden. Want hoe meer mensen in die beweging komen en beweging van verandering, hoe sneller het gaat, zo simpel is het gewoon. Ja, zeker. Ja, we doen het met elkaar en dat moet ook. En de ene bij de ene resoneert bij de ene persoon, de andere resoneert bij een ander. En zo is het ook, maar uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. Ja, dat klopt. Ja. Helemaal goed. Top. Leuk. Hey, nou, dank je voor het gesprek. Ik wens je een hele fijne dag. Ja, ik jou ook. Oké, dan. Hey. Oké, doei. Doei.